We staan op dit moment bij de Sligro Spaanse Polder voor de RVR Kids Bedrijvenreis. De kinderen krijgen hier een uniek kijkje achter de schermen en komen in contact met verschillende beroepen die de Sligro te bieden heeft. Dit jaar voor het eerst doen we mee als bedrijf aan de Kids Bedrijvenreis. Hartstikke leuk. Leuk om kinderen een kijkje in ons bedrijf te geven. Ook om te laten zien wat zij eventueel zouden kunnen worden in de toekomst. En wat wij aan banen bieden binnen ons bedrijf. Wat leuks met ze gedaan, een dessert met ze gemaakt. Wat mooie producten laten zien waar ze misschien nog helemaal geen weet van hebben dat die er zijn. En wat wij wel in het assortiment hebben zitten. Dus we hebben een totaal kijkje van Sligro gegeven. We hebben eerst lekker ontbeten of geluncht met de kinderen in ons restaurant. En daarbij een ontbijtje of een lunch verzorgd. Daarna zijn we rondleiding door de vestiging gegaan. Eigenlijk langs alle afdelingen. Met name eventjes bij de versafdelingen. Visafdeling vonden ze hartstikke leuk om te zien. We hadden een mega helbot liggen die we even gefileerd hebben. We hebben kreeften gedaan. Die konden ze even vasthouden of even voelen. Op de groenteafdeling geweest. En daarna hebben we een dessertje gemaakt bij onze culinair adviseur in de proeftuin. Ik denk dat de keuze voor studie of vervolg voor die kinderen nog best vroeg is. Dat ze helemaal niet weten wat ze willen gaan doen. En daarom is het leuk om een bedrijf te laten zien wat we allemaal doen en wat we allemaal hebben en wat medewerkers hier allemaal doen. Maar de enthousiaste reacties van die kinderen en de verbazing waarmee ze hier rondlopen en het enthousiasme wat ze daarna weer teruggeven, ja, dat is echt superleuk om te doen.